Het is vandaag maandag en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik wilde vanmorgen toen ik wakker werd gaan filmen. Maar toen kwam ik erachter dat ik gisteren mijn camera bij mijn moeder had laten liggen. Dus ik heb mijn camera net eventjes bij mijn moeder opgehaald uit school. Ik heb vandaag een school gehad. Ik had van 11:30 tot 1 school. Maar mocht om 10:50 al weg. Dus ik heb er 50 minuten school gehad. Erg fijn. Het is nu 1 uur. Ik moet mijn vlog eventjes gaan bewerken. Want die moet morgen natuurlijk erop. Ik moet bindweefsel eventjes gaan leren. En ik heb feedback gekregen op mijn ondernemingsplan. Dus daar ga ik ook eventjes naar kijken. Ik heb mijn jas en alles nog aan. Ik zal dat ook eventjes uitdoen. Ik gebruik echt altijd trouwens van die canvas tasjes als schooltas. En deze heb ik dus nieuw van de Monkey. Echt super chill vind ik hem. En heel erg leuk. Ik had vandaag mijn jas aan. Deze manteljas van de Zara met een Call of Rebel trui, sportlegging en mijn Alexander McQueen's, want ik had toch maar kort school. Dus ik had echt geen zin om een hele moeilijke en boeiende outfit aan te trekken. Ik ben ook echt heel erg bleek. Deze week eventjes naar de zonnebank, kan geen kwaad. Normaal werk ik altijd op de maandag, maar ik heb besloten om op de maandag te stoppen. Omdat ik gewoon best wel de tijd nodig heb nu voor school en zo om aan ondernemen te gaan. En ik wil altijd gewoon lekker op maandag mijn vlogs bewerken. En ik zou heel graag op een andere dag willen werken. Alleen dat kan nu gewoon nog niet qua school. Vanaf mei kan dat wel, omdat ik dan wat minder dagen school heb. Dus we hebben nu gezegd dat ik tot en met mei gewoon als invalkracht werk. Zeg maar, dat stel iemand is ziek, dat ik dan kan invallen. Op de dagen dat ik natuurlijk kan. En dan vanaf mei dat ik weer een vaste dienst krijg. Of op de woensdag of op de vrijdag of iets. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus voor nu heb ik eventjes geen echt werk. Nou ja, ik loop natuurlijk stage, daar krijg ik geld. En bij Lots of Love ga ik ook geld verdienen. Dus dat is dan eventjes mijn werk en YouTube bla bla. Maar niet zwemles zeg maar. Maar op zich vind ik dat wel eventjes fijn en chill. Ik ga eventjes mijn tas boven zetten, mijn schooltas. En eventjes mijn laptop boven pakken. En dan ga ik heerlijk op de nieuwe bank mijn weekvlogje bewerken. Volgens mij is die wel echt heel kort geworden. Maar ja. Het is dinsdagochtend en ik praat nog een beetje zacht. Want Milan die slaapt nog. Maar ik heb vandaag stage van 9:00 tot 5:30. En het is nu 8:30, dus ik moet rook halen. Dan gaan we naar stage toe. En ik neem mijn camera niet mee, want ik weet even niet waar mijn cameratasje is. Dus ik zie jullie naast haar. Kom naar jou, ja? Ja, is goed. Heb jij pasta in huis? Ja, ik heb tagliatelle, heb ik. Oké. En heb je, ja, wat zo voor groente? Spinazie of zo? Ja, ik heb nog wel spinazieblaadjes. Zoals jullie konden horen, was dat Zoe. Of ik weet niet of jullie dat hoorden. Maar Zoe, die komt zo meteen hierheen. Ik ben trouwens thuis van school. Maar Zoe, die komt zo meteen hierheen. Want dan gaan we gezellig samen eten en Love Island kijken. Dus dat is heel erg leuk. En ik heb weer een pakketje gekregen van Nikki. Maar daar wil ik een aparte lente shoplog van maken. Dus die ga ik nog niet aan jullie laten zien. Er is ook een pakketje binnen van de Zara. Maar die ligt bij de buren. En de buren zijn niet thuis. Dus. Oké. Ik ga eventjes lekker wat anders aantrekken. Even een andere broek. Rowan en ik hebben vandaag onze eerste TikTok opgenomen, jongens. Heel leuk. Ik zal hem hier in beeld zetten. Oh, hoe zeg je fucking koelkast in het Engels? Koelkast. Hallo, als jij het even meeloopt. Nee. Ja, dag. Meelopen. Ik zal mijn TikTok-account ook eventjes in de beschrijving zetten. Ik doe er nog niet echt iets mee. Ik heb vandaag dus mijn eerste TikTok opgenomen. Maar ik vind het op zich wel grappig. Ja, ik ga eventjes lekker een joggingbroek aantrekken. Deze blauwe van Chiquelle. Ik ben echt wel bij het adem. Het is ondertussen echt al best wel laat. Het is namelijk 12:00 geweest. Zoe is echt net weg. En ik zou eigenlijk bij Milan gaan slapen vanavond. En ik zou dan na Zoe, laat Zoe weg was, zeg maar naartoe gaan. Alleen, het regent echt best wel hard buiten. En Nielse wekker die staat om 6:00. En ik kan morgen eindelijk een beetje uitslaan. Oh my god, ik laat echt bijna een spiegeltiefde. En ik kan eindelijk een beetje uitslapen morgen. Dus Musa ook van, ik ga nu al slapen. Dus het heeft niet heel erg veel zin meer om te komen. Dus ik slaap nu gewoon lekker thuis, wel alleen. Ik vind het altijd best wel spannend om alleen thuis te zijn. Ik weet niet waarom ik
ben gewoon sowieso altijd al heel erg bang in het donker. En ja, ik weet niet, ik ben best wel panisch en zo. Dus ik slaap dan ook altijd met mijn licht aan. Niet met dit grote licht hoor, maar vaak zet ik dan een lampje in de gang aan. Waar ik dan mee slaap, zodat het niet helemaal donker is. Het klinkt echt bizar voor een 20-jarige. Maar ja, ik heb dat gewoon. Ik vind dat echt best wel eng in het donker. Maar het komt wel goed. Ik heb vandaag echt bizar weinig gevlogd. En gisteren volgens mij ook. Maar ik heb net al wat TikToks opgenomen. Ook met Zoe. Maar ze staan op privé. Want ze gewoon meer voor de grap. Ik zal er niet mega actief op worden of zo. Maar ik vind het af en toe wel gewoon grappig. En ik ben de laatste tijd dus echt obsessed met TikToks. Zoals ik dus al volgens mij verteld heb. Maar hoe heet dat zo? Ik heb dus een soort handje klap iets geleerd. Maar het was zo donker dat je bijna niet zag. Dus we gaan binnenkort eventjes, hoe heet dat, overdag gaan we het opnemen. En dan even vragen of Dagmar zo te wil filmen. Want dat handje klapding is echt fucking ziek. En dan gaan we er wel op zetten. Dus dat is echt leuk. Ik zal mijn TikTok in de beschrijving zetten. Oh, wat erg dat ik dit zeg. Nooit gedacht dat het mijn mond zou komen. Maar goed. Morgen heb ik om 10:30 examen Nederlands. En dan daarna heb ik 2,5 uur tussenuur. En dan heb ik om 2 uur ondernemen tot 4 uur. En dan ben ik vrij. En dan ga ik wel gezellig met Mew slapen en zo. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik kan gelukkig ook een beetje uitslapen. Wow. Dit licht. Dit is echt een spook. Ik ga eventjes lekker in bed liggen. Even een lampje aanzetten in de gang. Gewoon het ganglicht aan. Beter. Ik ga lekker nog eventjes in bed een filmpje kijken. Een paar vlogs denk ik van mensen. Ik ga die lamp eventjes wat minder fel zetten. Want holy cloudy. Ja, beter. Ja, in bed filmpje kijken. En dan zo meteen lekker slapen. Het is woensdag vandaag en het is pas 8:15. Nou, pas 8:15. Het is 8:15. Of 9:15 bedoel ik. 9:15. En mijn werker ging vandaag 8:30, 9:15. Dus dat was lekker. Ik kon een klein beetje soort van uitslapen. Gisteravond was het dus heel erg gezellig met Zoe. Maar het was best wel laat geworden. Ik ging volgens mij ook uiteindelijk pas echt om 1 uur slapen of zo. Maar ik heb zo meteen een Nederlands examen. Ik moet een betoog schrijven. Dat examen begint om 9:30. Maar je moet er dan 9:45 aanwezig ongeveer zijn. Dus ik ga hier 9:45 weg. Als je wat hoort, mijn oma is beneden aan het stofzuigen. Dus ik heb eventjes alles van de vloer gehaald. Zodat ze hier ook zo meteen rustig kan stofzuigen zonder allemaal troep op de grond. Ik heb mijn make-up eventjes gedaan. Ik moet alleen nog mijn haar een beetje doen. Tanden poetsen en dan ben ik al klaar. En ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze trui aan en die is van het merkje Worst Behavior. Ik heb deze toen voor mijn verjaardag gekregen van mijn vriendinnetjes. En ik kreeg in die vlog zo vaak de vraag waar die trui van was. Terwijl ik heb het echt 3 keer in die vlog verteld. Maar goed, het is dus van het merkje Worst Behavior. Het is een Instagram account ook. En ze hebben ook gewoon een website. En ik draag hier een maatje XS van. Maar het valt allemaal gewoon heel erg groot. Want kijk, dit is een XS. Dus hou er rekening mee als je een trui wil bestellen. Dan heb ik daaronder mijn broek aan van de Pieces. En dan doe ik, even kijken, mijn nieuwe venster onderaan. Met mijn zwarte lange jas. En ik neem deze tas vandaag mee van de Monkey. Daar zit mijn laptop in, wat heb ik nodig. En allemaal troep. Ik moet even kijken wat ik daarvan wel en niet nodig heb. Maar goed. Als dat examen klaar is, heb ik 2,5 uur tussenuur. Maar dan ga ik even aan mijn ondernemingsplan. En volgens mij gaan Ro en ik ook een TikTok opnemen. Dus dat is heel erg leuk. En daarna heb ik 2 uur ondernemen tot 4 uur. En dan ben ik lekker vrij. Morgen ben ik ook vrij, want ik moet zaterdag stage lopen in de spa. Maar dat betekent altijd dat je dan de donderdag vrij bent. Dus morgen ben ik lekker vrij, dat is heel erg chill. Maar dan moet ik wel zaterdag in de spa. Maar ja, het is niet anders. En vandaag komen mijn nieuwe schoenen binnen. Dus dat is ook heel erg leuk. Die zal ik vanmiddag wel laten zien als ze binnen zijn. Ik kan echt niet wachten totdat ze binnen zijn. Om eindelijk open te maken en te kijken hoe ze staan en of ze passen. Mijn camera is weer aan te knipperen en zal ik hier niet zo zijn. Dus die ga ik in de oplader doen. En dan ga ik me verder klaarmaken voor school. Ik ben echt eindelijk thuis van school. Het is 4:30. En dit was echt een verschrikkelijke dag. Aan het begin viel het op zich gewoon mee. Ik had mijn Nederlands examen, ging best wel goed. Daarna had ik 2,5 uur tussenuur. Heb ik met Ro lekker gezeten, gezellig.
We hebben geen TikToks gemaakt. We hebben aan ondernemen gezeten en Love Island gekeken. En toen kreeg ik ondernemen. En ik word zo bloedzaggerijnig van die vent. Echt, holy shit, niet normaal. Ik ga even mijn jas uittrekken. Maar wat het dus is. Wij moeten in ons laatste jaar moeten we een ondernemingsplan maken. Maar dat is gewoon echt heel erg veel werk. Het is gewoon echt een soort scriptie is het. Van het HBO, maar dan op het MBO. En wij moesten die toen 7 februari inleveren. Dus wij hebben die toen netjes ingeleverd. En dat was zeg maar het proefinlevermoment. Dus dan kreeg je feedback terug van wat je moet verbeteren. Want aanstaande vrijdag, 13 maart, is het echte inlevermoment. Maar de helft van de klas heeft de feedback nog niet terug. En het is 2 dagen voordat we het plan moeten inleveren. Dus ja, er waren ook gewoon nog heel veel mensen die sommige opdrachten niet begrepen. Dus dat ging hij nu een beetje half uitleggen in de les. Maar ik werd gewoon zo chagrijnig van die man. En hij ging nog eventjes rustig zijn noedeltjes eten. Dat ik dacht, gast, je hebt al 1,5 maand de tijd gehad om onze ondernemingsplan na te kijken. En je bent gewoon nog steeds bezig. En ik snap dat je veel leerlingen hebt. Maar wij hebben ook nog een echte inlevermoment. En dat is over 2 dagen. Maar als het goed is, wordt nu het echte inlevermoment 2 weken uitgesteld. Omdat hij zei ook wel vanaf, ja, het kan gewoon niet. Dat jullie binnen 2 dagen heel je ondernemingsplan nog moeten aanpassen en zo. Dus gelukkig ziet onze vriendelijke vent dat zelf ook wel in. Maar ja, daar was ik dus gewoon een beetje pist over. Maar gelukkig ben ik thuis en mijn nieuwe schoenen zijn binnen. En oh my god, ik kan echt niet wachten met ze open te maken. Ik ga ze ook samen met jullie openmaken. Ik ga jullie denk ik even daar zetten. En ik moet zo meteen Milan ophalen bij hem thuis. Want hij had vandaag ook school. En hij was met de auto gegaan, maar hij kan niet met de auto naar mij komen, want zijn moeder heeft de auto nodig. Dus ik ga hem zo meteen even ophalen. Maar eerst mijn schoenen. Oh my god. Oké. Ik wist dat deze schoenen zeg maar bestonden, alleen ik had er verder nooit echt naar gekeken. En toen was ik dus afgelopen zaterdag met Rosa en ze had dus nieuwe schoenen, deze schoenen. En het zijn dus Yeezys. Ik ken Yeezys zelf verder wel, mijn broertje heeft ze, Milan heeft ze. En ik wilde altijd heel erg graag de Yeezys. Boots die 350. Echt die sokjes zeg maar. Die, ja, gewoon dat kuffertje aan je voeten. Die wilde ik eigenlijk altijd al heel erg graag. Maar nooit kocht ik ze echt. En toen een tijdje geleden. Toen wilde ik heel graag die lichtblauwe kopen. Alleen ze had opeens mijn lieve broertje de blauwe al gekocht. Ik zei tegen hem, ja, ik wil die blauwe. Zei hij, oh ja, mooi. 2 dagen later krijg ik een appje. Ja, ik heb de blauwe besteld. Ik wilde die blauwe. Maar ik wil niet dezelfde schoenen als mijn broertje. Dus toen wilde ik ze al niet meer. Dus toen heb ik eigenlijk een beetje het laten varen of zo, hoe zeg je dat? En toen heb de Rosa dus laatst, ja, ik heb Yeezys besteld, kijk deze. En toen vond ik ze al echt wel heel erg ziek. En toen zaterdag zag ik ze dus in het echt en ik vond ze zo, zo bizar gaaf. Maar ze zijn dus niet meer in de winkel te koop. Dus ik zei, oh, ik vind het echt heel erg leuk, bla bla. En toen was ik dus van de week een beetje op Unite Wardrobe aan het scrollen gewoon. En toen kwam ik ze dus tegen in mijn maat voor €250. En dat is echt niet heel erg veel. Want omdat ze zeg maar niet meer in de winkel verkrijgbaar zijn, worden ze steeds exclusiever. Ze kunnen ze steeds meer gaan kosten. Maar dat meisje die had ze dus nog nooit gedragen. Want voor haar waren ze te klein. Ze had 1 maatje groter nodig. Dus daarom dat ze maar 1 keer had gedragen of zo. Toen ging ik Rosa uit van, ja, vind je het erg als ik ze ook koop? Ze komen nu net voorbij. €250. En ze zei gewoon, en ze zei, nee, vind ik alleen maar leuk. Dus ik heb schoenen besteld op Unite Wardrobe. Heb ik nog nooit gedaan. Dus ik weet ook niet wat ik ervan ga vinden. Met deze ervaring, zeg maar. Maar die schoenen vond ik gewoon zo gaaf. En ook omdat ze gewoon zei dat ze ze nog nooit gedragen had. Ik zou nooit schoenen van iemand aantrekken die al gedragen heeft. Omdat schoenen gaan toch een beetje naar iemand zijn voet vormen. Maar ze had deze maar 1 keer gedragen. Dus ja. Oh, ik heb zoveel zin om dit open te maken. Oh, dit zijn dus de Yeezy Boots 700 in plaats van de 300. Oh, ze heeft ze dichtgeplakt met tape. Ze heeft wel gewoon nog de originele bon of de doos en alles erbij. De bon heeft ze via de mail gestuurd. Dat is ook heel erg chill. Oh, ik sloop gelijk weer heel die doos natuurlijk. Ze zitten erin. Hoop ik. Oh my god. Ik vind ze echt heel erg lijp. Kijk nou. Dit zijn ze. Ik denk dat heel veel mensen ze echt lelijk vinden. Maar ik vind ze zo gaaf. Ze zijn echt super licht ook. Kijk. Echt heel nice. Ook echt niet gedragen. Ja, 1 keer zei ze. Maar holy shit, ik ben hier zo blij mee. Ze stinken niet.
Yes. Ik ga ze eventjes aantrekken. Wacht. Oh, ik heb ze aan. Ze passen. Oh, yes. Kijk hoe leuk. Oh, ze lopen wel gek. Niet vervelend gek, maar als ik die van Milan aan heb, die lopen gewoon heel anders. Ja, het is ook logisch, want het is een ander model. Echt heel erg leuk. Ik denk ook echt dat het heel erg leuk zit onder een witte broek. Ja, I like it. Oeh. Oh, een beetje ingezoomd. Oh. Maar die dus heb ik via United Wardrobe gekocht. En daar ben ik heel erg blij mee. Oké, ik ga dus die vuilniszak weggooien. Ik ga die doos boven zetten. Oké, ik ga eventjes dit opruimen. Even lekker wat vreten pakken. Vanaf morgen ga ik een beetje gezond eten proberen. Dat zeg ik echt al de hele week, maar goed. Ik ben gewoon zo chagrijnig. En het enige wat dan echt helpt is gewoon lekker eten. Maar ik zie geen lekker eten hier in de kast staan. Oh. De koelkast is sowieso goed als leeg. Oh, ik heb zo geen zin ook om boodschappen te doen. Maar het zou denk ik wel moeten, want wat moet ik anders avond eten ook? Want Milan eet thuis en dan komt hij daarna pas hierheen. Ik ben zo blij met deze schoenen. Oké, ik ga eventjes boodschappen doen. Ik heb besloten dat ik vanavond een salade ga eten. En toch niet aan de chocolade zo denk ik. Ik ga even salade halen. Ik ga eventjes eten voor morgen halen. Het galmt zo erg hier in dit huis. Omdat we hebben het helemaal verbouwd. En het staat nog best wel leeg. En mijn vader heeft wel gordijnen opgehangen in de hoop dat het hielp. Maar het helpt niet echt. Want als ik heel hard praat. Dan hoor je het helemaal galmen. Sorry als je oortjes in had. Ik ga eventjes boodschappen doen. Ik ga eventjes mijn jas aantrekken. En ik heb nieuwe schoenen aan. En ik ben er zo blij mee. Dus Rosa, bedankt voor het influencen. Maar ik ben echt intens blij met deze schoenen. Ze zitten ook heel erg lekker. Ik weet, ik vind ze ook heel erg leukzaam met deze trui. Kijk. Wacht. Ik vind het best een leuk outfitje. Gewoon zo met die schoenen. Eigenlijk is het heel simpel, maar ik weet niet, ik vind het wel leuk. Dus, oké. Pasjes, check. Ik ga ook even een tasje meenemen. Want altijd als Milan en ik boodschappen doen, vergeten we dus een tas mee te nemen. We moeten altijd een plastic tasje kopen. Dat is gewoon zonde. Dus, tas mee. Wat zit hier nog in? Zit er nog iets in? Oh nee, oké. Tas mee. En boodschappen doen maar. Oké, ik ben thuis aan boodschappen doen. Ik dacht, ik ga eventjes laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Even kijken. Ik heb crackers gehaald. Vezelrijk. Deze eet ik eigenlijk altijd. Niet per se altijd de vezelrijke. Ik pak altijd gewoon welke ik er op dat moment het leukst uit moet zien. Nou, dat was die deze keer. En wat ik er altijd op neem de laatste tijd is geroosterde kipfilet. Normaal nam ik altijd normale kipfilet. Alleen vorige keer had ik dus die geroosterde gekocht. Die is zo lekker. Echt 20 keer lekkerder dan normale kipfilet. Dus die. Dan voor morgenochtend voor nieuw heb ik ontbijtspek. Want ik vind een eitje met ontbijtspek altijd heel erg lekker. Dan heb ik een zakje vol fruit. We hebben deze vorige week ook in de andere versie gehaald. Ja, we hebben vorige week ook in deze versie gekocht. Zomerfruit, dus heb je van alles zwart er doorheen. We hebben ook kleine bakjes met aardbeien en kerst. Ik dacht, ik neem ook eventjes een grote zak met aardbeien mee. Want ik vind de laatste tijd heel erg lekker om smoothies te maken. Doe ik gewoon 0% magere yoghurt en doe ik er gewoon lekker fruit bij. En dit kan je natuurlijk gewoon zo lang bewaren als je wilt. En het is veel goedkoper dan dat je een bakje normale aardbeien koopt. Dus tip van de dag. Maar die heb ik dus gekocht. Want volgens mij is zo'n klein bakje normale aardbeien al 4 euro. En deze hele zak is ook 4 euro. Dus als avondeten heb ik zo'n maaltijdsalade. De tomaat met mozzarella vind ik altijd heel erg lekker. Alleen ik vind die dressing die erbij zit niet lekker. Dus wat ik dan altijd doe, maakt het weer gelijk een stuk ongezonder. Ik doe er truffelmayo doorheen. Vind ik echt heel erg lekker. Dus dat. Ik heb eiersalade meegenomen. Want dat vind ik soms ook wel eens lekker op zo'n crackertje. En dan heb ik nog iets meegenomen. Niet eens omdat ik het heel lekker vind of zo. Nou, ik vind M&M's wel lekker. Maar gewoon hoe het eruit zag.
Het zijn de paaseitjes M&M's. En ze hebben dus allemaal pastelkleurtjes. En voor al mijn vriendinnen en mensen die het misschien wel kennen of zo, die weten dat ik echt obsessief ben met pastelkleurtjes. En pastelkleurtjes echt het einde vind. Dus daarom doe ik nog steeds mee. Maar goed. Ik ga eventjes mijn jas uitdoen. Eventjes alles in de koelkast zetten. En dan ga ik denk ik alvast lekker die maaltijdsalade eten. Met truffel mayo. Want ik heb best wel een beetje trek. En als ik nu niet ga eten, dan ga ik snoepen. Dus ik kan beter gewoon normaal gaan eten, zeg maar. Dus dat. Ik ga dus eindelijk na 3 maanden of zo weer sporten. En ik heb echt geen zin, maar ik kan het. Ik hoop echt dat het heel erg rustig is in de sportschool. En ik hoop ook dat er nu niemand binnenkomt lopen, anders is dat best awkward. Het is vandaag zondagavond en zoals jullie zien ben ik bij mijn moeder. Gisteravond zijn we naar de verjaardag. Ik ga even hier zitten. Gisteravond waren we naar het feestje geweest van Tari. En waren eigenlijk alweer best wel vroeg thuis. Want ik was echt super moe omdat ik maar 3 uur had geslapen die dag daarvoor. En vandaag hebben we eigenlijk heel de dag in bed gelegen. We hebben een nieuwe serie zijn we aan begonnen. De Zwarte Tulp. Echt een hele leuke serie. Dus daar zijn we nu mee bezig, Milan en ik. En we zijn nu bij mijn moeder. Want ik blijf 4 uur eten en slapen. En het is nu alweer avond. Ik heb heel de dag nog niet gefilmd. Maar het is nu 6:15. En dan zullen jullie waarschijnlijk ook wel gehoord hebben dat alle scholen sluiten tot 6 april. Dus ik heb nu 3 weken lang geen school. Maar mijn werk is ook gesloten tot 6 april. En dat is ook altijd waar ik sport. Alle sportscholen zijn gesloten. Dus dat kan ook niet. Ja, je kan eigenlijk niet. En ik zie dat mijn camera afgekoeld is. Oké, ik heb even wat beelden verwijderd. Maar ik heb officieel natuurlijk alleen de maandag en de woensdag school en de rest spa en stage. Daar heb ik nog niks over gehoord of dat gaat sluiten of niet. Dus ik hoop daar vanavond ook wat meer over te horen te krijgen. Want anders ben ik gewoon 2 dagen in de week vrij, zeg maar. En moet ik gewoon 3 dagen stage lopen. Maar ik denk dat de spa niet doorgaat, omdat spa is een onderdeel vanuit school. Maar misschien dat mijn stage op de vrijdag in de salon wel doorgaat, dat weet ik niet. Dus ja, ik had ook op Instagram gevraagd of jullie misschien nog wat leuke video-ideetjes hebben. Want ik wil nu lekker veel video's gaan maken aangezien ik er nu tijd voor heb. Dus er zijn wel al wat reacties en zo gekomen. Dus hebben jullie nou nog leuke ideetjes voor video's? Laat eventjes weten. Iets waarvoor je niet de stad in hoeft. Want ik kreeg ook heel erg vaak van pashoekjes, shoplog en zo. Maar ik ga nu liever niet de stad in. Dus dat liever niet. Maar gewoon dingen die je bijvoorbeeld binnen kan doen. Ik denk ook dat ik misschien een Q&A wil gaan maken over de opleiding. Omdat ja, mensen zijn nu ook weer voor een andere opleiding en zo aan het kiezen. Dus dat vind ik wel een leuk ideetje. En er komt sowieso een lenteshoplog aan. Die ga ik deze week opnemen. Want alle items zijn binnen. Dus dat is heel erg leuk. Maar voor nu ga ik eventjes lekker avond eten. En zal ik jullie straks wel weer verder op de hoogte brengen van mijn komende 3 weken. Hoe dat gaat zijn met school en stage en zo. Volgens mij heb ik er nog niks over gehoord. Het is maandagochtend. En dit stukje hoort helemaal niet meer bij deze vlog. Maar ik heb gisteravond niet echt meer verder gevlogd. Dus ik dacht, laat ik nog eventjes het laatste vertellen. Mijn school gaat inderdaad niet door tot 6 april. En de spa ook niet. Want de spa staat zeg maar... de spa heeft zeg maar een soort samenwerking met Mondriaan waar ik op zit. Dus de spa is vanuit school. Dus ik heb de komende 3 weken geen spa en geen school. Dus dat betekent dat ik sowieso iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrij ben. En vrijdag in de salon, zeg maar, gewoon je eigen stage. Dat beslist school niet. Dus dat ligt aan je salon zelf. Maar daar heb ik verder nog niks over gehoord. Dus ik ga ervan uit dat dat wel doorgaat. Of ik daarheen ga, weet ik niet. Dat kijk ik gewoon donderdagavond, want het is nu maandag, dus ik kan nu nog niet beslissen of ik er wel of niet heen ga. Misschien beslissen zij ook wel deze week dat ze gaan sluiten. Dus ja, daar ga ik gewoon nog eventjes op afwachten. We gaan ook niet echt naar buiten. Zo ja, het enige wat we vandaag dan moeten doen zijn pakketjes op de post doen. Want dat moet wel echt gebeuren. Maar verder gaan we lekker gewoon
binnen zitten en ook niks doen. We zijn echt net wakker. Vandaar dat ik er echt niet uitzie. We zijn nu nog bij mijn moeder. We gaan eventjes naar Milan. Even het pakketje ophalen wat op de post moet. Dan gaan we naar mij. Dan gaan we alle pakketjes inpakken. En dan gaan we het op de post doen. En dan dan ga ik ook deze vlog bewerken. Hij is best wel kort geworden volgens mij. Ook niet heel erg boeiend. Want ik heb gewoon heel erg veel ook aan ondernemen gezeten. Want daar hadden we eigenlijk een deadline voor. Die deadline is nu wel uitgesteld naar aankomende vrijdag. Dus daar kan ik wel nog wel lekker veel aan werken deze week. Maar daar was ik gewoon heel erg druk mee bezig. Dus vandaar dat de vlog ook niet heel erg veel inhoud had volgens mij. Wel komen er de komende weken lekker veel extra video's aan. Ik heb er al 3 in gedachten die ik deze week ga opnemen. Dus de komende vrijdagen zullen er wel veel extra video's zijn. Ik mag ook even naar de zonnebank eigenlijk. Maar goed. Ik ga bij deze week vlog afsluiten. Want het is natuurlijk nu maandag. Dus dit stukje hoort er eigenlijk niet meer bij. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. En ja, heel veel plezier de komende 3 weken met binnen zitten. Blijf gewoon lekker binnen als je je niet goed voelt. Ga geen onzinnige dingen buiten doen. Ik kreeg ook heel veel reacties van ga pas op je shoplogs opnemen. Maar dan moet je dus alsnog naar buiten. En in de stad rondlopen. En dat is nou niet wat ze willen. Dus dat ga ik niet opnemen. Vooral veel video's binnen. Maar ja. Ik hoop dat jullie toch een beetje een leuke video vonden. En tot volgende week.